Met het lied kreeg Wendy van Hout al veel haat, waaronder in de talkshow De Oranje Zomer. Nicole Kremers, de ex van Peter Gillis, doet daar graag een schepje bovenop. Op Instagram plaatst mevrouw een video waarin het nummer Jongen van de Handel te horen is van Gerard Spalts. Het origineel is altijd beter dan de sloppy seconds, schrijft Nicole erbij. Fijn weekend en een kus van mij. Onlangs sneerde Wendy van Hout al naar Nicole Kremers. Aan Weekblad Party vertelde mevrouw dat in familie Gillis, Massa is Kassa, het hele proces van het uitbrengen van het liedje werd gevolgd. Misschien zeg ik over een jaar wel nou, dat heb ik gedaan, ik stop ermee en ga een boek schrijven of een documentaire maken, zei Wendy. Ook leerde Wendy ons dat ze alle kansen wil pakken. Je mag altijd uitstapjes maken, vind ik, maar je zal mij nooit op Only F sterretje NS zien, daar heb ik te veel zelfrespect voor. Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Nicole Kremers een account op OnlyF NS had aangemaakt. Op die manier probeert mevrouw nog altijd aan centjes te komen, aangezien het niet lukt op een andere manier. Voor nog geen 20 dollar per maand kan je alles van het Brabantse worstenbroodjesnolleken zien. Ik heb er lang en goed over nagedacht, schreef Nicole Kremers destijds Antigram. Na een bewogen periode is dit het juiste moment om hiermee een nieuw avontuur te starten.